Matthijs. Ik ben geboren in 1985 in Heerlen, woonachtig in Kerkrade. En ik hou me bezig met het maken van kunst, / graffiti. Ik werk onder de naam Burka. Ja, en dat betekent eigenlijk een boerka, zeg maar. Dat is het nou, ja, daar heb ik het naar geabstraheerd. Of vanuit. En betekent eigenlijk gewoon dat je zeg maar mijn kunst ziet en beoordeelt, maar dat op mij niet beoordeelt. Dat is ook hetzelfde bij een vrouw die een boerka draagt, bij wijze van. Hoe het vroeger is begonnen, zeg maar, vanaf het begin, dat was eigenlijk konijnen. Omdat mijn ouders, die vonden dat helemaal geweldig. En ik zag al die kleuren altijd en deed ik het ook altijd namaken. Toen was ik ook wel met letters en graffiti bezig. Maar ik weet wel dat dat konijnen is echt een van de kunstenaars die me heeft laten bewegen, zeg maar. Ja, die hele Cobra groep eigenlijk, gewoon die kleurtonen en gewoon de manier wat ze schilderen, heel paradijsachtig, met de vogels en naakte vrouwen. In 1998 ben ik naar een expositie geweest van Nash in het Wijngrachttheater in Kerkrade. En dat was de eerste keer dat ik eigenlijk graffiti zag. En toen had ik zoiets van, ja, is eigenlijk wel tof zo, die letters en die mannetjes. Eigenlijk wil ik dat ook eens proberen, want ik tekende wel heel erg veel. En toen ben ik eigenlijk zijn dingen een beetje gaan namaken, die letters, met plakkaatverf op papier. Uiteindelijk ja, kom ik bij mijn nichtje thuis op de computer mooi dan graffiti-foto's uitprinten. Dus ik printte daar allerlei graffiti-foto's van de Amerikaanse graffiti uit Los Angeles en weet ik wel. Ja, ik ging daar gewoon in kijken hoe die letters waren opgerold. Inspiratie komt in alles. Busstations, drukte, waanzin. Vandaar ik ook veel werk in korte tekstjes nu. Ik heb die dumb fucks met die kaarsboom, zeg maar. Dat is eigenlijk gewoon dumb fucks. Gewoon, weet je wel, iedereen, als je nu in de stad loopt, iedereen cadeautjes kopen. Oh, in de waanzin van, oh, we hebben kerst, vieren we 2 dagen, is het weer. Snap je? En dan er zit er eigenlijk wel een klein dingetje achter, zeg maar, en wat ik zie dagelijks. Rockwell of zo, of Nalde. Dat zijn mensen waar ik wel respect voor heb. Of Delta of zo. Ja.
denk dat muziek eigenlijk ook al een heel belangrijk ding is. Ja, mijn skateperiode. Toen switchte ik ook op een gegeven moment van het maken van rockmuziek naar het maken van hiphopmuziek. Ja, daarbij kwam ik ook eigenlijk allerlei verschillende mensen tegen. Ik ben toen bij een rapgroep gekomen, die heette Ondergrondse Divisie. Ja, zo leerde ik eigenlijk Jasper kennen, zeg maar, als zijnde beatmaker. En hij kwam ook al veel in de skatehal. En ja, ik ben toen met hem een beetje gaan samenwerken. Hebben we samen een beattape gemaakt. Ook met de gasten van Ondergrondse Divisie, beatmakers. Ja, ik heb eigenlijk redelijk wat nummers opgenomen op zijn beats. Zeg maar tracks gemaakt met Ondergrondse Divisie en later met True Vinnen. En ja, ik heb ook twee albumcovers van hem ontworpen. Thijs leren kennen tijdens skateboarden 10 jaar geleden. Kwam hij bij ons in de buurt. Ja, je zag gewoon dat hij zich zeker was ontwikkelen tot kunstenaar, weet je. Thijs' stijl is echt gewoon fresh. Dat is gewoon zijn stijl, man. Gewoon freshe, felle kleuren, weet je wel. Simpele vormen, weet je wel, maar toch gewoon effectief. Dat is ook denk ik wat ik met Burpka wil, weet je wel. Ik wil wel natuurlijk mijn brood kunnen verdienen, maar ik wil wel mezelf kunnen blijven en dat ding brengen wat ik nu breng. Ik zou me dus niet laten cultiveren of zo, of dat ik iets dingen zou moeten maken die mensen willen hebben.
Yo, Moransky, man. Wat je ervan vond? Hey Jacques, wat zei je? Ben de chorus van Housemadness. Dan gaan we eigenlijk. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Het is zo'n housefeest in de rode hand. Ja, van mij. Fucking faggot. Nee man, ik weet. Film mee. Ik weet dat die shit fucking faggot is, hè, maar het heeft traditie gekregen. Oh, oké. Okay. Ja, nee. En de polka. Traditie. Maar niet voor kerk. Ja, niet voor eigenschap. Kijk. Ha ha ha.